De ex-penningmeester van Theole, de 57-jarige Ben de L, heeft in hoger beroep 12 maanden celstraf gekregen, waarvan 4 voorwaardelijk. De ex-penningmeester had ook het bedrijf waar hij had gewerkt opgelicht voor een bedrag van ruim een ton. Bij Theole was destijds een tekort van een kleine 50.000 euro. Bij de Tielse voetbalclub gaat het tegenwoordig weer de goede kant op. In een ledenvergadering werd de nieuwe voorzitter voorgesteld en werden ook verschillende mensen in het zonnetje gezet. Ik denk dat we een hele mooie vereniging hebben en dat we het nog veel mooier kunnen maken. We hebben al een, ik heb iets heel leuks te melden, denk ik zelf persoonlijk. En dat is volgend seizoen, dan hebben we de terugkeer van Jan van Dijnzen, jullie allemaal niet onbekend. En we zijn overeengekomen met Jan, die gaat rustig aan starten met zijn technische beleid, ondersteuning, analyseren. Gesprekken voeren. Maar voordat dat allemaal begint, kom ik eerst naar bij jullie op terug. Want dan doen we een avond beleggen. Jan uit kan leggen wat zijn taken en zijn visie en hoe hij het uitlegt.